Victor is vandaag in Amsterdam. Hartje Centrum, Museumplein, waar zelfs 's morgens vroeg al toeristen te vinden zijn. Mag ik u wat vragen, meneer? Zeker. Hoeveel bent u waard? Heel veel. Geloof ik gelijk. Mijn gezondheid, mijn liefde, mijn geluk is mij alles waard. Ja. Ja. En als ik het nou in keiharde knaken uitgedrukt wil hebben, zit u er dan nog warmpjes bij? Ik zit er nog warmpjes bij. Ja. Want, maar dus wel bijvoorbeeld op een mate waar ik van zeg, dat doet het. Ja. Moest niet minder, want dan moest ik ook weer zoals andere mensen. Dan wordt het zorgelijk. Dan wordt het zorgelijk. Komt u dan nog wel in de plus uit? Ik kom nog in de plus uit. Mag ik je wat vragen? Hoeveel ben je waard? Dat is een rare vraag. Ja, eigenlijk bedoel ik puur geld. We staan midden op de weg, levensgevaarlijk. Ja. Als je al je bezittingen optelt en je trekt je schulden er vanaf. Ja, ik ben net klaar met studeren, dus ik moet eerst nog mijn... Je schuld afbetalen? Ja, dus ik denk dat het bij mij nog niet heel erg... Dan sta je waarschijnlijk nog in de min. Ja. Heb je een grote schuld? Valt wel mee. Oké. Okay. Hoeveel? Weet ik niet. Doe nog een beetje zo weg. Doe nog een beetje zo. Ja. Oké. Okay. Nou, dan wens ik je een fijne dag. Hoeveel ben ik waard? Ja. Is dat in geld uit te drukken dan? Ja, nee, dat is de vraag altijd, hè? Ja, ik denk van niet. Nee? Ik denk dat het namelijk mensen niet gaat over waarde. Waar ze natuurlijk wel alles van waarde weten, is daar, hè? Het Rijksmuseum. Er hangt voor kapitaal aan de muur. Of ze daar nou echt zitten te wachten op mijn vraag, hoeveel ben je waard? Maar ik vind het wel leuk. Ik ga het toch proberen. Sorry. Hoeveel is de nachtwacht waard? Wat hij precies in geld waard is, dat zou ik niet weten. Hij heeft wel in ieder geval een enorme historische waarde. Ja, dat begrijp ik. Nou is het wel zo dat ik een programma maak over geld. Als ik aan jou persoonlijk vraag hoeveel ben je waard? Als je alles wat je bezit optelt en je schulden daarvan aftrekt? Ik zou het niet weten. Dus laten we zeggen rond de 20.000. Ik heb jarenlang verzameld. Heel veel antiek met name. Okay. Tussen 1900 en 1950. En wat het allemaal waard is. Ik durf het bijna niet te vragen. Maar zou ik met je mee mogen? Naar huis? En aan het einde van de dag weten we dan hoeveel je echt waard bent. Vind je dat leuk? Lijkt me een goed plan. Ja? Ja, ik werk eraan mee. Kun je dan nu mee naar jouw huis? Ja, dan ga ik me opkleden. Zonder dat die gestolen wordt en dat we straks vanavond onszelf in het NOS-journaal zien... Ja. Dat de nachtwacht verdwenen is na bezoek van de heer Brandt. We hebben hele goede collega's en die zullen er heel goed op letten. Dat dacht ik al. Ik sta dus even te wachten op Mark, zodat we zo meteen kunnen gaan kijken hoeveel hij waard is. Wil jij nou thuis ook weten hoeveel je waard bent? Ga dan even naar onze website. Kijk, daar is hij. Oh, zo. Wauw. Het is gelukt. Wat zie je er prachtig uit, man. Dank u wel. Heb ik nog ergens een themafeestje waar ik niks van weet? Nee, zo ga ik dagelijks gekleed. Zo ga je altijd gekleed? Dit is kleding uit de jaren 20 en 30. En ook naar je werk en gewoon als je naar de supermarkt gaat? Inderdaad. 24 uur per dag, zou je bijna kunnen zeggen. Ja, ik begin steeds nieuwsgieriger te worden met deze man. Nou, let's go. Oké. Okay. Waar gaan we naartoe? We gaan naar mijn woning. Dat is in Amsterdam-Zuid. Amsterdam-Zuid. Chique boel. Het is maar net hoe je het ziet. Hier woon ik. Hier? Ja. Nou, met alle respect, Mark. Het is net even wat anders dan het Rijksmuseum. Moet u maar naar binnen. Oh, jij hebt hier een soort van... nagebootst? Het is niet het Rijksmuseum. Het is ook een andere tijd. Maar het lijkt er wel op. Ja. Wauw. Ik denk een beetje smal. Een kamer in je huis. Jaren 20 stijl. Maar je hebt je hele huis. Het is de hele woning. Van muur tot stopcontact, van plafond tot keuken. Alles is in de stijl van die periode. Het is ook jaren werk geweest. Ongelooflijk. Het is allemaal bakkeliet uit 1927. En dat is nog allemaal te koop? Dat is allemaal nog te koop, ja. Ongelooflijk. Tot en met de stopcontacten gaat Mark terug in de tijd. Wat hem betreft was vroeger alles beter. Wat vind je dan zo leuk aan deze stijl? Dat zijn eigenlijk heel veel dingen. De films, de muziek, het dagelijks leven, de concertjes, de uitjes. Gewoon het hele dagelijks leven, hoe mensen gekleed waren. Noem maar op, eigenlijk Want je zegt de muziek. Draai je ook nog steeds de muziek? Ja, zeker. Oh, wil ik zo echt een stukje van je horen? Daar ga ik zo meteen opzetten. Ja, alsjeblieft. Mechanisch of elektrisch? En je danst mechanisch of elektrisch?
Mechanisch? Mechanisch is gewoon een grammofoon die ik opwind. Okay. Elektrisch is het nieuwe uit die tijd, een elektrische grammofoon. Nou, ik kan bijna niet wachten. Ik pak de lamp eraf. Is vast ook uit de jaren 20. Ja, dat is een Bauhauslamp. Dat zeg ik. Ik durf er niks op te pakken, Mark, dat begrijp je. Want ik weet niet hoeveel het waard is allemaal. Dit stekkertje wil pakken dan. Dan gaan we die eventjes opstarten. Wat leuk, man. Oh, dit moet de stekker... Je kan gewoon, ja. Laat hem even aanzetten. En dat het dus gewoon allemaal werkt. Het werkt allemaal fantastisch. Daar komt hij. Echt een Fox. Uit de jaren 20. Wat fantastisch. Wat was een van de eerste dingen die je in huis haalde? De eerste uit dingen? Uit die tijd? Dat was deze kast. Maar dan, ja. Die is nog geen jaren 2030, maar die komt nog uit de 19e eeuw. Ja. Maar goed, dat is op zich, als je hem alleen hebt, als één stuk, een mooie kast in je kamer. Dat klopt. En toen... Dan past de rest niet meer. Dus dan moet je het aanpassen. Dan komt er steeds meer bij. En dan bepaald ga je zelfs de hele woning doen. En dan wordt het zelfs niet meer een hobby, maar het wordt echt een levensstijl. Ik wou zeggen een dwangneurose, maar dat is oneerbiedig gezegd. Nou ja, kijk, het is natuurlijk niet iets dat het moet, hè. Het is natuurlijk altijd vrijblijvend. Dus vandaar... Want ik zie daar een hele oude televisie staan. Naast die hypermoderne computer, vind ik dan weer grappig. Maar doet hij het ook nog? Die doet het. Op dit kassie kun jij gewoon Ajax Feyenoord kijken, als je zou willen. Ja, ik ben zo niet zo'n grote voetbalaanhanger, maar dat kan. Dan gaan we gewoon aan. Dan zwengelen we hier. Dan hebben we daar wat onder verstopt. Dan gaat er daar een paard lopen. Ja. Het is toch te leuk? Ja, dat is nou de magie van de nostalgie. Ik denk, ik gooi heel brutaal even de ijskast open. Ik moet uiteraard boodschappen doen, dat heb ik gisteren niet gedaan. Maar er ligt wel geteld... Twee dingen. Je bent een man van weinig. Of ga je altijd uiteten? Ook vaak. En natuurlijk in de locaties volgens de jaren 2030. Nou, een aantal van in Amsterdam. Nou komt Erik straks langs, onze boedelmakelaar. Mm-hmm. Die gaat jouw hele inboedel taxeren. Mm-hmm. Ik denk dat die echt dat het kwijlend door de mond loopt. Ja. Heb je enig idee zelf? Absoluut niet. Ik zou het echt niet weten. Nee? Nee, het is echt jaren... Hoeveel heb je geïnvesteerd in de laatste jaren? Zo gigantisch veel. Door de afgelopen 15, 17 jaar... het zou makkelijk 50.000 kunnen zijn. Echt waar? Ja. Want wat verdient het Rijksmuseum eigenlijk? Nou, ik werk 4 dagen per week. Dus ik verdien ongeveer zo'n 1900 euro per maand. En dat is bruto of netto? Dat is netto. En wat is voor jou de grootste uitgavenpost? De grootste uitgavenpost is de woning. En met name al die spullen kopen. En het verven, het onderhouden, de dingen bouwen. En ik heb ook een tweede woning. Oké. Okay. Op Marken. Je hebt een huis gekocht, een vakantiehuisje, zeg maar. Een soort van vakantiehuisje, op Marken. Je dacht gewoon, het is hier vol. We gaan daar verder. Er wordt een huis bij. Er wordt een huis bij, ja. Wat betaal je hier aan hypotheek? Deze woning betaal ik 750. Dat is inclusief een gedeelte sparen. Okay. Elke maand 218 of zo krijg ik terug van de Belastingdienst. Ja. En ik neem aan dat jij een knoepert van een inboedelverzekering hebt. Ik heb inderdaad een inboedelverzekering, ja. Dan heb je Marker dus ook een hypotheek? Ja. Hoeveel is die? Ongeveer 300 euro per maand. Seks, drugs, rock and roll? Ja, 20 feestjes. Kost geld, hè? Dat kost ook geld, ja. Wat kost een avond dan? Zo'n avond... 75 euro. Oké. Dat is niet zo goedkoop meer als in die tijd. Het is niet meer zo goedkoop als in die tijd. Je bent natuurlijk wel een gentleman, ben je? Best wel formeel. Mm-hmm. Ben je altijd zo? Ja, altijd. Tegen iedereen, overal, op elke plek. Ook op mijn werk. Ik moet een beetje wennen namelijk, qua dat ik denk van... Is het nou Mark? Ja, of Mark. Is het nou die meneer uit de jaren 20? Nee, het is echt Mark in 2014 die volgens de jaren 20 leeft. Leven volgens de jaren 20. Zou Mark wel een bankrekening hebben? Financieel deskundige Eef van Opdorp heeft nog geen idee van wat er te wachten staat. 2014. Heel bijzondere ervaring. Hoe zit het met de Charleston? Erg slecht gesteld, maar ik hou wel van oud. Ja. Dan zit je goed, kom. Ja, nou, mooi. Ze houdt wel van oud. Weet je wat ik kom doen? Ja, ik geloof wat papieren halen, financiële... Ja. Helemaal, klopt. Alles met geld. Ja, alles. Alles. Oké. Heb je dan? Dat heb ik. Ja? Gaan we zoeken. Ja, oké.
En als je dan de kans krijgt om nog een rondje te toeren op een stalen ros uit de jaren 40, dan laat je die natuurlijk niet liggen. Nou, niks mis mee, hoor. Oer-Duitse degelijkheid. Heb je hier nog bankrekeningen? Ja, die heb ik niet hierin zitten, maar die kan ik even mailen. Mm-hmm. En dan komen ze bij u terecht. Nou, perfect. Ja. Wat fijner zegt iemand u tegen mij. Ja. Moet ik tegen jou ook u zeggen? Niks moet in het leven. Nee? Wordt nu even gebeld met de bank uit 1920. Ja? Ja, hoor. Daar is die. Ja. Is het gelukt? Het is perfect gelukt. De hele stapel is overhandigd. Hey, maar een echte gentleman, die laat de dame natuurlijk niet de spullen sjouwen. Hè? Nee, maar ja, dat... Wens ik jullie heel veel succes. Wij gaan. Tot ziens. Jaren 20 of niet, het gaat natuurlijk allemaal om de vraag hoeveel Mark Davids waard is. Om dat te kunnen berekenen, moet zijn flatje in een buitenwijk van Amsterdam worden getaxeerd. De bel blijft hangen, dat is er eentje uit 1920. De makelaar. Dag, Jill Heulen. Ja. Jill, kom binnen. Ja, ken je dit soort flats? Ja, we komen er. Je komt hier uit de buurt, hè? Hij heeft hem in 2005 gekocht voor 133.000 euro. Ja. En er rust nog een hypotheek op van 152.000 euro. Oké. Okay. En ik wil natuurlijk heel graag van jou weten wat hij nu waard is. Ja, nou dan wil ik eerst even wat de woning wat beter gaan bekijken. Als ja, kan. Ga je gang. Ja? Ja. Wat moet je dan allemaal zien? Zoveel valt er namelijk niet te zien. Nou, ik wil de woning even opmeten om te kijken hoe dat zit. Toen waren er andere meetmethodes dan het nu is. Oh, als je iets opzij kan. Ja, ik kom hier op een kleine 35 vierkante meter uit. Eigenlijk 34,7 meter. Maar hij heeft wel betaald voor 40 vierkante meter. Hij heeft 40 meter betaald. En als ik hem nu zou moeten verkopen of taxeren, is het gewoon 35 vierkante meter. Okay. Het is niet een slaapkamer waar je heel dronken in moet worden. Nee. Dat is wel wat beperkt, ja. Ja. Kom je nooit je bed meer in? Ja. De badkamer? Oké, ja. Die is... Je kan zeggen wat je wil, Jill, maar hij heeft een bad. Ja. Inderdaad. Wat me hier nog wel even opvalt, Victor, is dat de stopcontacten hebben geen randaarde. Die zijn niet geaarde stopcontacten. Dus die zijn wel echt van vroeger. Nee. Dus nieuwe mensen zullen toch de elektra willen vervangen. En in ieder geval de aarding gaan aanpassen hier. Ja, ja en bovendien voor hem... Voor de veiligheid, ja. Eigenlijk ook gevaarlijk gewoon. Zeker, ja. Zolang hij hier woont. Ja. We zullen hem een waarschuwing geven. Ja. Nou, Jill. Brand. Los. Nou, ik moet zeggen, ik vind het wel de ruimte is prima hier. Er moet wat gebeuren. De keuken ga je vervangen. De badkamer kan je aanpassen. Schilderen. De spullen eruit. Maar dan is het wel een neutrale woning uiteindelijk. Waar wel mensen in geïnteresseerd zijn. Ja. Dus ik denk dat ik hier aan een waarde van 125.000 euro zou kunnen komen. Ja, is natuurlijk 20.000 euro onder zijn huidige hypotheek. Ja. Dus hij staat vet onder water. Ja. Maar het is... voor mij nog een kleine meevaller. Dankjewel voor gedaan, je expertise. Ja, en ik laat je eruit. Die 125.000 euro nemen we uiteraard mee in de balans. Wil jij thuis nou ook weten hoeveel je waard bent? Ga dan even naar onze website. Eef heeft intussen Mark zijn boekhouding doorgelicht. En uit die rustieke jaren 20-ordners komen nogal verontrustende dingen tevoorschijn. Welkom, ben je benieuwd? Ja, zeker. Ja? Ik kreeg het wel een beetje warm van. Ja? Twee huizen heb je nu, hè? Ja. Eén Amsterdam. Eén in Marken. Ja. Twee hypotheken dus. En wat ik zie bij je inkomsten en uitgaven, ik heb natuurlijk alles op een rijtje gezet, is dat het wel zeg maar kiele wordt. Dus er moet niet dit gebeuren, want dan klopt je huishoudboekje niet meer. Dan kom je geld tekort. Mark zijn inkomen bedraagt 1900 euro. En een speurtocht door zijn afschriften laat zien wat hij uitgeeft. Twee hypotheken, verzekeringen, vaste lasten, boodschappen en per maand zo'n 400 euro aan jaren 20 feestjes en diners. Alles bij elkaar speelt hij precies kiet. En daar is Eef altijd huiverig voor. Er was iets waar ik het echt warm van kreeg en dat is het volgende. Want we hebben hier het huis in Amsterdam. En dan hebben we hier dat prachtige mooie huisje in Marken. Mm-hmm. En ik heb natuurlijk alles doorgesnuffeld en ik kwam hier wel een polis tegen met een inboedelverzekering, maar die is afgelopen in 2010. Ik heb er eigenlijk verder niet bij stilgestaan. Oké. Okay. Nee. En ik zag ook geen opstalverzekering. Wat is eigenlijk een opstalverzekering? Nou, de opstalverzekering is, je hebt hier je huis, die stenen en het dak, en als het in de fik vliegt,
dan heeft de bank zoiets. Nou, het is wel fijn als je verzekerd bent, want anders moet je gewoon je hele hypotheek terugbetalen ineens. Ik wist niet eens dat het bestond. Ja, nou, het bestaat en we gaan het straks regelen, want je moet dit echt hebben. Oké. Okay. Boedelmakelaar Erik Branger komt langs om de onverzekerde inboedel van Mark Davids te taxeren. Mark investeerde maar liefst 50.000 euro in zijn spulletjes. Dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat ze dat ook waard zijn. Welkom in Amsterdam-Zuid. Zomaar een flatje in Buitenveldert, maar toch anders. Ik ga het zien. Ga je gang. Dankjewel. Ja, het barst hier dus van de kunstschat. Ik ben er helemaal een soort van opgewonden van. Mag ik, jij loopt heel makkelijk langs. Nee, ik ben even aan het inwerken allemaal. Ja, leuk. Geweldig. Maar nou ben je nog niet in de woonkamer geweest. Je weet niet wat je ziet. We staan alleen nog in de hal. Ja. Zo'n spiegel, 20 euro. Heel decoratief. Ja. Met engelen, met lampen eraan. Maar één ding, in de tijd, bijvoorbeeld de 19e eeuw, werden natuurlijk nooit spiegels gemaakt met een lamp eraan. Dus het is een kopie. Maar dat vind ik niks voor onze Mark. Nee, maar hij kijkt denk ik ook naar dat decoratieve. Hij heeft decoratieve liefde, dus dit kan je. Ja, maar hij heeft wel iets van 50.000. €50.000 geïnvesteerd in die hele toko hier. Het is niet groot, maar het staat vol met bonte spullen. Durf je me los te laten? Nee. Oké. Okay. Nou, ik kijk dan binnen en dan spreek ik je straks. Ja. Hier achter je, nu we toch hier staan. Ja. Hier. Oh, Erik! Je niet! Het is een siersaving, dat kan je zien aan het verguld. Maar wat is dat ding waard? Dit, 150 euro. Nou, daar wou ik naartoe. Dit is toch geweldig, dat iemand zo de moeite neemt om dit allemaal te verzamelen en zo gelooft in die stijl. Ik vind dat heel erg leuk. Dit is een Franse klok, dit. En dit heet een ossenoog. Ossenoogklokken, nou ja, dat zegt al een beetje, je ziet een oog. Je hebt hem in twee vormen, je hebt hem in deze vorm. En je hebt hem een beetje in een wat rondere vorm. Met heel veel fantasie, hoor. Oil de buff. Ja. Kost dat? Lang verhaal, 150 euro. Hier, hou ze aan je oor. Ja. Hij werkt gewoon nog. Ja. Dit is gewoon zijn vaste toestel. Ja, ik vind het heel grappig gedaan. Het is, wat is hier gebeurd? Het is een Chinees kastje, ja, met een telefoon. Dus telefoon voor de kietsigheid 75 euro. Volgens Mark is dit een originele ruisdaal. Is in de 20e, 30 jaren geschilderd. Hij moet gerestaureerd worden. Schilderij is dit. Als je het wilt verkopen, 300 euro. Ja, dit is dus hartstikke leuk. Heeft hij me vanochtend laten horen. Een elektrische grammofoon. Ja, geweldig. Volledig in werking. Dan zit je op 500 euro. Oké. Okay. Deze lamp is hij heel trots op. Een van zijn favorieten uit de collectie. Een Bauhauslamp. Ja, ik denk dat je wel mag zeggen 350 euro. Oké. Okay. We moeten nog ergens het klapstuk vinden. Nou, heeft hij mij verteld, 100 pakken van die mooie oude wollen pakken. En die zijn best nog wel wat geld waard. Laten we er 30 euro per pak van maken, dus 100 pakken, 3000 euro. Dit is een Biedermeijer. Levert die dan nog wat op? Nou, allereerst, dit is geen Biedermeijer tafel, want dan betekent dat hij uit de periode dit moet zijn. Dit is wel een Biedermeijer tafel. Het is een Biedermeijer stijl tafel. Deze hele set bij elkaar, 300 euro. Niet te vergeten, de fiets. Mooi zadel, hè? We kijken. Leuke fiets. Fiets als dit, 175, 200 euro. Okay. Schrijf op. Zou het dan hier liggen omdat hij gewoon bang is om het neer te zetten? Zou dat het zijn? Ik hoop het. We hebben net een hele oude fiets gezien, maar dit is nog ouder. Ik denk dat dit bijna een vooroorlogse fiets is, dit. Waarde? De waarde, 250 euro. Ha! Optellen. 150 en 500 voor overige. Maakt een totaal van 12.765 euro. Dat is dan een slordige 37 mil minder dan hij geïnvesteerd heeft hier de laatste jaren. Hoeveel blijft er over als Mark al zijn bezittingen bij elkaar optelt en zijn schulden daarvan aftrekt? We komen tot de slotsom. Wat verwacht je van wat we hier gaan laten zien? Nou, ik heb eigenlijk geen verwachtingen. Ik ben natuurlijk door de jaren flink bezig geweest met verzamelen. Je bent gaan kijken van wie is er slimmer, de verkoper of ik. Het is dus eigenlijk nog best een beetje spannend. Eigenlijk best spannend, ja. Ja.
Eve, all yours. We beginnen gewoon het saaie onderdeel, hè? De lopende rekeningen. Alles bij elkaar komen we dan op 1550 euro. Ja. Maar dan naar de hypotheek. Je eerste hypotheek op dit huis is 145.572 euro. Huis nummer DOS, 105.000 euro. Wordt het nou pas echt leuk? Ja, ik heb het taxatierapport ontvangen van het huis in Marken. En die taxatiewaarde is 95.000 euro. Gaan we naar de waarde van deze woning. Ik heb makelaar op bezoek gehad. Hij heeft het vanmiddag getaxeerd op 125.000 euro. Maar dan? Ja. Het spannende moment. De inboedel. Het zou makkelijk 50.000 kunnen zijn. Echt waar? Ja. Jouw inboedel is op dit moment waard 12.765 euro. Oké. Oké? Ik vind het niet zo heel erg. Ik ben niet zo heel materialistisch ingesteld. Voor mij is alle spullen die hier staan, heeft mijn hele belangrijke historische waarde. En dat vind ik het belangrijkste. Ja. Dan zijn we toe aan de slotsom van vandaag. Hoeveel ben je waard? Toen ik je dat vanochtend vroeg naast de nachtwacht, toen zei je, nou, ik denk zo'n 20.000 euro in de plus. Mark, jij bent waard op dit moment min 16.257 euro. Dat is een minbedrag. Mark's inboedel blijkt een stuk minder waard te zijn dan hij had gedacht. En dat heeft gevolgen voor de slotsom, die eindigt in rode cijfers. Ik heb natuurlijk wel jaren geïnvesteerd om een inboedel op te bouwen. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook twee woningen. Twee woningen min bij een hypotheek. Dus ja, het is eigenlijk wel een logisch gevolg natuurlijk. De komende jaren flink sparen, zou ik zeggen. Ik wil ondanks de rode cijfers toch heel graag een toast uitbrengen op een leerzame dag en een hele bijzondere man. Mm-hmm. En wil jij thuis nou ook heel graag weten hoeveel je waard bent, ga dan even naar onze website. Proost. Proost. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.